Want ik zou niet weten hoe Van Hooijdonk de bal vanaf deze plek langs die grote lange doelman Golds zou moeten krijgen. Zo dus, goeie genade. Daarmee een loge straf van Hooijdonk. Alle speculaties. En wordt hij geknuffeld. Op voorhand denk je dat is onmogelijk. Dat moet die keeper toch ook geweten hebben. Een wonderschone vrije trap. Misschien wel de mooiste van dit seizoen. En mogelijk ook de belangrijkste. Als een granaat gaat hij erin. 18 karaat. Werkelijk schitterend. Een 10.